Hallo Mike, ik ben Urf Kouper voor als je niet wist. En welkom bij mijn top 5 van de Zombie Strike Blasters. Dit is mijn top 5 van Zombie Strike Blasters. En laten we er maar snel overgaan. Op nummer 5 staat... Kijk of ik hem eronder uit kan halen. De Zombie Strike Z-Squad Longshot. Goed, de Longshot is... De Longshot. Het is een behoorlijk populaire blaster. Maar deze werd niet helemaal goedgekeurd door de meeste nerfers. Door mij wel, het was mijn eerste Longshot. Het kwam met die 12 Dart Magazine en 12 Zombie Strike Darts. Het kwam met deze scope. Voor de rest had het eerst een bipod en die was eraf gehaald. Het kwam met de front barrel, die was er niet meer. En ja, dat is het eigenlijk wel. Voor de rest, en strike ranges, niet heel erg goed dus. Voor de rest is het wel een comfortabel blaster. De handle is heel groot, trigger is fijn. Priming is fijn, vasthouden is gewoon fijn, stock is fijn. En voor de rest had je natuurlijk nog cartridge. Magazine storage in de stock. En ja, coole blaster. Die komt op nummer 5. Op nummer 4 staat de Flip Fury. Oftewel een twee dubbele strong arm achtig ding. Voor de camera. Ja. De Flip Fury werd door ook vele mensen om een of andere reden niet goedgekeurd. Ik ben er gek op. Het heeft twee cilinders van die 6 star cilinders. Net zoals de strong arm heeft. Het is feitelijk een strong arm. Het komt met goede range, strong arm ranges. Hele comfortabele blaster. Zodra je deze trigger indrukt, deze trigger, flip deze natuurlijk, daarom de Flip Fury. En voor de rest, dit is de Prime, en single shoot, en slamfire, trigger is heel comfortabel. En ja, het is gewoon een hele gave blast, ik begrijp niet waarom mensen hem haten. Maar ja. Die komt op nummer 4. Op nummer 3 komt de Sledgefire. Sledgefire was de eerste Zombie Strike Blaster die ik had. En hij was gewoon awesome. Het is een echte shotgun style blaster. Het kwam met deze shells. Waar je 3 darts in kon doen. Daar in de barrel. Omhoog en schieten. En dan schiet dan 3 darts tegelijk af. En je kreeg 3 dus van die shells. Die kon je in de stock doen. Stock is comfortabel. Vasthouden is gewoon comfortabel. Handle is comfortabel. Dit knopje moest je indrukken om de barrel naar beneden te kunnen doen. En ja, voor de rest kwamen we dan met de Tactical Rail die niet nodig was. Maar het was gewoon de rest een hele gave blaster. Ranges waren niet top, maar alsnog een hele coole blaster. De volgende blaster is de Hammershot. De Hammershot is waarschijnlijk wel een van de meest geliefde blasters op de aarde volgens mij op dit moment. Volgens mij was de eerste blaster met zo'n prime. En die knal kan je horen doordat ik de airstrike eruit heb gehaald en zo. Voor de rest, handle is heel comfortabel. Ja, prime is heel comfortabel. Het komt met een tactical rail for no reason. 5 dart cylinder, kwam met 5 darts. Ranges waren aardig goed nog. Modified is vrij makkelijk. De ranges van mijn is gaan in ieder geval nu hoger dan dat die eerst ging. En ja, je kan nu een beetje van The Walking Dead Rick style doen. Maar ja, meer ook niet. Goed. Die staat op nummer 2. En op nummer 1 staat natuurlijk de Dominator. Nee. Geen Dominator. Waarom zou ik de Dominator doen? Slingfire natuurlijk. De Slingfire is gewoon waarschijnlijk de meeste awesome blaster. Puur vanwege het feit dat je hier wel gewoon zoveel ammo kan doen als je maar wilt. In plaats van dat het gewoon een standaard ammo is. Natuurlijk kon je dat ook bij de Longshot doen. Maar de Longshot is in meerdere series ook te vinden. De Slingfire niet. De Slingfire was een van de eerste blasters volgens mij. Die zo'n lever action style blaster had. Stock was comfortabel. Ranges zijn goed. Magazine. Achtig ding. En ja. Hij ziet er ook gewoon awesome uit. Awesome blaster. Goed, dat is de top 5 van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie gewoon weer later.